De Franse Revolutie breekt uit in 1789. In de jaren daarop weet de Nationale Vergadering allerlei vernieuwingen door te voeren, zoals bijvoorbeeld de invoering van de grondwet, waardoor Frankrijk een constitutionele monarchie wordt, en de invoering van de wet Le Chapelier. Maar daarmee is de Franse Revolutie geenszins afgelopen, want er gebeurt nog veel meer in die Nationale Vergadering. Er zijn namelijk twee belangrijke groepen. In eerste instantie zijn dat de Girondijnen en later zal de groep van de Jacobijnen steeds meer aanhangers krijgen. De Girondijnen waren vooral mensen uit de gegoede burgerij, de rijkere burgers, en die waren gematigd. Die waren eigenlijk blij met de veranderingen die er tot zover waren doorgevoerd en die wilden dan geen verdere veranderingen. Dat is logisch, want die gegoede burgerij die had ook stemrecht gekregen. Die hadden eigenlijk hun zin, ze hadden meer inspraak op bestuur in Frankrijk en ze konden Frankrijk naar hun wensen gaan veranderen. Die Jacobijnen daarentegen die waren veel radicaler. Want die vonden dat er nog veel meer veranderingen moesten worden doorgevoerd. Er moest stemrecht komen voor iedere burger, niet alleen voor die rijke burgerij. Daarnaast moesten de lonen omhoog en de voedselprijzen omlaag. Want, zeiden die Jacobijnen, de gemiddelde Fransman die heeft het nog steeds niet goed, die is nog steeds arm en daar moet ook voor gezorgd worden. Daarnaast vonden die Jacobijnen dat de monarchie moest worden afgeschaft. Heel fijn dat we al van het absolutisme af zijn, maar wij willen helemaal geen koning meer. Die Lodewijk de 16e moet worden afgezet. En de idealen van de revolutie die moeten ook naar het buitenland worden verspreid. Wij moeten ons niet beperken tot Frankrijk. Nee, ook in andere landen moet de bevolking geholpen worden. En die Jacobijnen die kregen in de jaren na 1789 steeds meer aanhangers. En dan vooral onder de boeren en onder de kleine burgerij. Ja, en koning Lodewijk de 16e die vond dit natuurlijk helemaal niets. En in de jaren 1791 en 92 doet hij een aantal zaken die eigenlijk de boel helemaal op zijn kop zetten. Lodewijk de 16e wil heel graag dat alles weer wordt teruggedraaid en dat het Frankrijk van het ancien regime weer terugkomt. En hij hoopt dat hij in het buitenland steun kan krijgen van bevriende vorsten, die misschien bang zijn dat de revolutie inderdaad ook naar hun land zal overslaan. En aan het einde van 1791 probeert Lodewijk de 16 dan ook naar het buitenland te vluchten. Hij gaat naar de Oostenrijkse Nederlanden, maar hij wordt net voor de grens, in het plaatsje Varennes, wordt hij ontdekt en tegengehouden en teruggestuurd naar Parijs. En dat zien we hier op die afbeelding rechts. Onder grote belangstelling van de Parijse bevolking keert Lodewijk hier terug. Nou ja, dit zorgt er wel voor dat er een oorlog uitbreekt tussen Frankrijk aan de ene kant en Oostenrijk en Pruisen aan de andere kant. En daar wordt Lodewijk de 16e voor verantwoordelijk gehouden en hij wordt afgezet als koning. En koning Lodewijk de 16e, of Louis XVI, die wordt dan gewoon een burger net als ieder ander. En hij wordt burger Louis Capet, Lodewijk Capet. En Capet is gewoon de familienaam. Er is dus geen koning meer, Frankrijk wordt een republiek. En daarmee hebben die Jacobijnen hun zin gekregen. En hieraan zie je dus ook dat die invloed van die Jacobijnen in de nationale vergaderingen en in Frankrijk toeneemt. En voor Lodewijk zal het helemaal fataal aflopen. Hij krijgt uiteindelijk een proces aan zijn broek. Het proces niet tegen koning Lodewijk de 16e, maar tegen burger Capet. Dat wordt ook echt benadrukt door die Jacobijnen om even nog een beetje te laten zien dat de zaken echt veranderd zijn in Frankrijk. En dat proces dat gaat over het feit dat Lodewijk de 16e of die burger Capet, net hoe je wilt noemen, Frankrijk verrader zou hebben, omdat hij in het buitenland hulp zou hebben gezocht tegen de revolutionairen. Hij wordt aangeklaagd door het parlement en in dat parlement worden eigenlijk twee beslissingen genomen. Er zijn twee vragen die gesteld moeten worden. Ten eerste, is Lodewijk de 16e schuldig aan het hoogverraad? En het antwoord erop is ja. 693 parlementsleden stemmen ervoor dat hij schuldig is. 0 parlementsleden zeggen dat hij onschuldig is. Dus Lodewijk de 16e, burger Capet, is schuldig bevonden aan hoogverraad. Maar dan is de vraag, oké, welke straf moet hij krijgen? Moet hij de doodstraf krijgen? En dan zie je dat een kleine meerderheid, 387 leden van het parlement, voor de doodstraf zijn en 334 leden van het parlement zijn tegen die doodstraf. En uiteindelijk, en je ziet het al op dat plaatje daar rechts, wordt burger Louis Capet onthoofd onder de guillotine. Hij krijgt de doodstraf. Maar dat is eigenlijk niet helemaal een eerlijk proces geweest zoals we het nu hebben gezien. Want dit was toch de tijd van de verlichting, waarbij er een scheiding van de macht en zo moest komen. Maar in dit geval was het parlement zowel de aanklager, kijk maar, dat staat erboven, Lodewijk de 16e wordt door het parlement beschuldigd van hoogverraad. Maar dat parlement is ook gelijk de rechter, want zij verklaren hem schuldig en zij zeggen ook dat het vonnis een doodstraf moet zijn.
Hier is dus ook sprake van een soort misbruik van de macht, omdat aanklager en rechter in één zijn gevangen. Niet erg verlicht, zou je zeggen. En daarnaast stond dat parlement ook onder grote druk van de publieke opinie. Alle vergaderingen, alle stemmingen, die waren openbaar, zodat iedereen ook precies wist wie waarvoor of waar tegen zou stemmen. En de druk op de parlementsleden werd zo ook eigenlijk wel behoorlijk opgevoerd om toch maar vooral ervoor te zorgen dat die Lodewijk de 16e schuldig werd bevonden en dat hij de doodstraf kreeg. En eigenlijk kon je een koning helemaal niet schuldig bevinden aan iets, want volgens die nieuwe grondwet van 1791, die dat parlement zelf mee had opgesteld, was de koning onschendbaar geworden. Zijn ministers waren verantwoordelijk voor het beleid, dus je zou een koning eigenlijk helemaal niet aan kunnen pakken. En bovendien stond er in diezelfde wetten dat als er een doodstraf uitgesproken werd, dan moest minstens 75%, drie kwart dus, voor die doodstraf zijn. Nou, we zien de aantallen daarboven nog staan. 387 om 334, dat is net iets meer dan de helft, dat is bij lange na geen 75%. Maar dit soort zaken werden allemaal aan de kant geschoven en burger Louis Capet, die voormalige koning Lodewijk de 16e, werd dus onthoofd door de guillotine. En dit is weer zo'n voorbeeld van die examenmakers. En die guillotine, ja, die zal een rol blijven spelen in de periode waar we nu eigenlijk ingaan in die Franse revolutie. Want die Jacobijnen die krijgen dus steeds meer hun zin. En je ziet al, dan gaat het er soms al behoorlijk radicaal aan toe. Als je je voormalige koning onthoofd zonder een eerlijk proces, dat is behoorlijk radicaal. En die Jacobijnen die krijgen dan ook echt de macht in handen, omdat zij de steun hebben van een groot deel van de arme Franse bevolking. En dat is het grootste deel van de Franse bevolking. Die Jacobijnen die hebben deze Robespierre als leider. En wat gaan die Jacobijnen dan doen? Nou ja, de revolutie wordt er steeds radicaler, zoals ik al zei. En de periode van 1793-1794 staat dan ook wel bekend als de periode van de terreur. Klinkt dan niet als een heel gezellige periode. Wat gebeurt er tijdens die terreur? Tienduizenden tegenstanders van de Jacobijnen worden gedood door middel van die guillotine, die we op die vorige dia ook al zagen. Als jij het niet eens was met Robespierre en de zijnen, en je uitte dat, dan was de kans heel groot dat je opgepakt werd, en dan zou je wel eens onder die guillotine terecht kunnen komen. Lijkt mij nou niet bepaald verlicht. Hier is nou niet echt sprake van vrijheid van meningsuiting of iets dergelijks, of tolerantie. Iets waar al die verlichte denkers zich ook vaak voor pleiten. En uiteindelijk leidt die terreur van Robespierre en de Jacobijnen dan ook tot een opstand van de bevolking. Robespierre die wordt uiteindelijk zelf opgepakt en zelf onthoofd onder de guillotine. En dat leidt uiteindelijk een nieuwe fase van de Franse revolutie in, waarbij de Girondijnen weer de macht in handen krijgen. Is de rust dan hersteld in Frankrijk? Nee, dat niet, maar dat zullen we in een volgende video wel weer eens gaan zien.